daar gaan we. Wat gaan we daar doen? Vandaag is de dag dat wij het bekend gaan maken. Maar ook aan iedereen, ook aan mijn moeder en ook aan mijn broer. Maar eerst aan jouw ouders. Mm-hmm. Wat gaan we vertellen dan? We gaan vertellen over... De taart gaat dat vertellen eigenlijk. Maar helaas is dat dicht. Wat gaat de taart vertellen? Ik weet niet. Nee. Dus, nogmaals. De taart. We gaan vertellen. Het is van... Geen verwachting. Hij heeft een verwachting, hè? Maar het is niet zo. Ik heb gym geskipt. We gaan een paar keer naar de gym binnenkort. Dat is voor de volgende episode, de volgende vlog. Seizoen. Mag jij als eerste zien wat voor taart je daar gemaakt? Speciale taart. Lekker taart! Hè? Ja, het is lekker. Baby in de buik. Zoals ik al aangaf, is vandaag een speciale dag dat we iedereen mededelen over de zwangerschap. We hebben net de schoonouders al gehad en nu zijn we net thuis. Nu gaan we eerst mijn broer bellen, omdat hij zit nu beneden met zijn kinderen en zijn vrouw. Iedereen is nog wakker. En daarna gaan we mijn ouders bellen. Omdat het in Suriname iets later is, kan ik liever eerst mijn broer bellen en dan mijn ouders. Ah, ja, vaka. Black on black. Oh, je moest wit hebben natuurlijk. Oh, maar iets zwart kan je nog wel gebruiken. Hé, hey, maar kan je nog een schilderij van ons maken? Van dit. Serena zit hier. We hebben nog even mijn ouders, de laatste mensen. Hallo. Hoe is het met jullie? We hebben een fotoshoot gemaakt, toch? Met z'n allen. En... Yes, we zijn onderweg naar echo nummer 2. Ik ben iets eerder thuis, dus we kunnen wat eerder naartoe. Zijn heel benieuwd, hoeveel weken is het nu? 10. 10 weken om precies te zijn. En vandaag hebben we de... Vandaag hebben we wat? De termijn echo. Oh, het is een termijn echo. Ik heb geen idee, maar dus echo nummer 2 is een termijn echo. En de volgende wordt dan... Geslachtsbepaling echo, maar die gaan wij niet zelf aannemen, want dan is de gender reveal niet leuk. Dus die gaat de zus van mijn vriendin aannemen. En nu gaan we dus naar de verloskundige, toch? Ja. Nee, echoscopiste. Ja, ik weet het verschil niet helemaal, maar het is allemaal nieuw. Dus de echoscopiste. Echoscopiste blijkbaar. Yes, hier komen we aan. We zijn nu bij, hoe heet het? De schoot. Echo, zet hem de schoot. Bang. De schoot. En daar loopt ze hoor. Zo, de schoot in. In de wachtkamer. Even een beetje chill doen hoor. Je weet maar nooit. Als hij breekt, hè? Hey, en dat was het weer. We zijn terug en het zag er allemaal goed uit. Dat gaan jullie ook nog zien in de vlog. Blijf filmen, vast en blijf. Ja, oh ja. Kijk,
Wat is die leukste? Nou, wat een goede ding om te vertellen. Oké, we zijn onderweg. Ik heb mijn koffie meegenomen dit keer. Wegens tijd. En wat dragen we vandaag? Een Black Bananas trainingspak. Die Chicago Runners. En dan gewoon een nette jas. Ja, ze zijn in Roermond aangekomen. En mijn kap is verblind. Dus, gaan we zien. Oh, ja. Die mondkappen gaan op, mensen. Deze mensen geloven erin. Nee, nog niet. Hey, we staan nu bereid. Oh, Gucci. We kunnen hier alvast wel een beetje window shoppen. Gucci, Gucci. Ja, begin maar vast te kijken. Oh, moet ik vandaag dus kijken? Deze tas gaat het worden. We hebben zo'n babytas gekocht. Gaan we kopen. Mevrouw gaat dit. We zijn dus in Roermond. Het is druk. En we hebben toch wat kunnen vinden. Wat hebben we gekocht? Babytasje en schoenen. Matching schoenen bij Gucci hebben gehaald. Ja. Ben je blij? Ja. Je ziet het niet, maar... Ze is super blij. Dus we hebben sampje en pasta. En pizza. En wat heb jij? Een liefstukje, maar wel. Heel goed door te pakken. Oké, daar gaan we. Iedereen heeft spulletjes gekocht, we zijn klaar. En we hebben alles gevonden. Zullen we even betalen? We gaan richting huis. Oh, hij heeft nog een Dunkin' Donuts bij de uitgang gevonden. Ja. Oké, past het? Ja, je ziet het. Oh ja, past net aan. Ga maar. Gelukkig. Succes. Oké, we zijn thuis. En we gaan even uitpakken wat we gekocht hebben. Laat zien. We hebben een klein tasje. Daar zit, zit erin. Lingerie, maar die houden we verborgen. En we hadden even een polo winkel. En die heb ik toen even als verrassing een cadeautje gekocht. Een soort, wat is het, hoe heet het? Maar dan een soort jurkje voor dames. Zie je? Dat is een beetje een verrassing. Waarvoor we waren geweest, natuurlijk, is een, wat is het? Een luiertas eigenlijk. Eigenlijk, het is een soort luiertas. Dat is toen ook gekocht. Zo ziet het dus uit, mooi. En ja, er zit ook nog een riem in, denk ik. Ja, en die moet dan. Als jij niet op je schouder draagt, dat is natuurlijk super onhandig. Ja, die mannen die winkel zijn nog. Weet checken, nee, goed. Waren koppig. Oh, en weet je wel losmaken, want het is gewoon een knoopje. Kun je vaststellen? Volgens mij. Dat is wel een heel hard knoopje, hoor, mensen. Oh, het is gelukt hoor, mensen. Het was even een struggle, maar het is gelukt om dit vast te zetten. En ik heb voor mezelf ook wat gekocht. Toen mijn vriendin de eerste voor het eerst ontmoette, voor het eerst, had zij dus deze Gucci schoenen. Ik vond ze heel mooi. Wat zijn het, runners, hè? Gewoon sneakertjes van Gucci. Maar ik vond ze echt leuk, dus ik heb gezegd, als ik ze ooit tegenkom, ga ik ze ook halen. Dus, ja hoor, hier zijn ze dan. Ik kwam ze dus tegen in die winkel, dus ik heb ze ook gehaald. Mooi, hè? Ik ben er zelf super blij mee. Hey, je hebt extra veters, ik niet. Hey, ik heb extra veters. Gucci is goed voor mij geweest. Ze geven dus extra veters, blijkbaar. En de dustbag, altijd handig voor als je op reis gaat. Nou, dat was onze Roermond trip. Ik moet nog even bijvertellen, we hebben echt... Hoe lang hebben we gestaan bij de Gucci in totaal?
Ongeveer. Nee, uurtje max. Ja, het is best wel tactisch van dat je een uurtje buiten staat. Want daardoor ga je gewoon bijna verplicht wat kopen. Want je denkt, ik heb niet voor niks zo lang gestaan. Maar we waren wel op zoek naar die tas. Dus ik ben heel blij met de tas die we hebben gevonden. We zijn nu. Ik ben net thuis aangekomen en ik ben verrast met een box voor de baby. Wel een leuke verrassing, maar we worden wel aan het werk gezet. En ik laat jullie zo meteen nog een paar andere spulletjes zien. Maar eerst de box in elkaar zetten en kijken of het werkt. Na heel veel gepuzzel zijn we eruit gekomen. Het heeft dus verschillende hoogtes. Bodem en hierboven. Natuurlijk is hij eerst klein, dus kan hij op de bovenste laag chillen. Trots op mijn masterwork samen met mijn vrouwtje. En nu komt de deken eraan. De boxkleed. De boxkleed, ja. Oh, een boxkleed. Dat is dus een boxkleed. En ik wil niet veel zeggen, maar ik zie iemand daar op de loer. Die snapt niet helemaal wat er allemaal gebeurt. Ik weet niet of jullie haar kunnen zien. Zij denkt, boxkleed. Ik moet toegeven, zelfs ik heb er zin in om erin te gaan liggen.